gaan het hebben over Alice Neal. Alice Neal, ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen Alice Neal kent. Ze is heel erg bekend bij haar collega's. Marlene Dumas bijvoorbeeld, die is een grote bewonderaarse van Alice Neal. Het is onze Marlene Dumas, want die is natuurlijk wereldbekend en onbekend. Op het moment dat iemand heel wereldbekend is, dan eigen we haar toe. Hè. Dan is het opeens onze Marlene Dumas. En Frank Auerbach, een hele grote schilder, Engelse schilder. Die zijn grote bewonderaars van Alice Neal. Een van de beste portretschilderessen die er bestaan. En dit is een van de eerste schilderijen die ze gemaakt heeft van haar dochter. Een 13-jarige dochter. Ze staat er vrij assertief op. En die ribben, je ziet eigenlijk alles. Over shocking gesproken, dit, Naked Pair Peeing. Dat is niet de titel van dit schilderij. Het is een schilderij wat ze gemaakt heeft van haar en haar vriend plassend in de badkamer. En ja, 1935 was dit. Een man die zijn penis vasthoudt, plast in de wasbak. En een vrouw met de benen wijd op het toilet. We kennen het plaatje eigenlijk allemaal. We fotograferen het niet eens. Maar ja, zij schilderde dat. En ik vind het een waanzinnig schilderij, omdat je voelt en je kent de situatie. En ja, het is van alle dag en dat maakt haar heel erg bijzonder. Ze schilderde ook Andy Warhol in 1970. Ook weer zo knap, die onderbroek, die boordjes. We kennen allemaal die onderbroek en we vinden het afgrijzelijk. En dat is zo knap, je voelt en die gepoetste schoentjes. En wat dan te denken van die littekens, inderdaad, bij zijn ribben. Overhoudend aan de aanslag die ooit op hem is gepleegd. En dan die hangborsten. Inderdaad, een man op leeftijd met van die hangtieten, van die hangborst. En dat pruikje van Andy Warhol. Dit is Andy Warhol. En dat heeft zo knap neergezet en gemaakt. En dat is haar kracht. Ze spaarde ook niks en niemand. En ook zichzelf niet, want ze schilderde zichzelf naakt op 80-jarige leeftijd. Ik weet niet wat ik zou doen als ik 80 jaar ben.